De vraag die Entenaren al dagenlang bezighoudt is: waar is de trots van het dorp? Waar is toch die klomp gebleven? Daar stond dus de klomp. En hier tegenover is een bejaardentehuis. Dus daar moet toch iemand dan wat gezien hebben? Heeft u de klomp gezien? De klomp, ja. Die is vermoedelijk gestolen. Ik heb nog wel een oude klomp in toestel. Maar en een klein beetje kleiner dan is. Ik dacht dat het een carnavalsgrap was. Dat het nog wel weer kwam. Maar... dan kijken wij er zoveel naar en toch hebben we het niet gezien. Zoiets moet niet kunnen. Handen af van onze klomp. Juist. En van onze erfenis. Het is het gesprek van de dag in Enter, want de klomp wordt echt gemist. Je ziet heel veel mensen er altijd bij foto's maken en noem maar op. De klomp, dat is wel iets waar je Enter aan kunt herkennen. Die klomp is weg, maar ik neem aan dat die ergens verdekt is opgesteld. Zoals zo'n gebouw waar wij hier nu voor staan? Ik denk het niet. Mogen wij eventjes binnen controleren? Ja, kom maar zeg. Wil je mijn vuilnisbelt komen controleren? Ik ben een mooie vrouw, maar wat stel jij rare vragen? Zeg. En brutaal ook nog. Maar ik vermoed misschien de carnavalsvereniging of iets dergelijks. En laat die carnavalsvereniging nou net een nieuwe prins hebben gekozen... die toevallig directeur is van een bouwbedrijf met een loods. Je bent de hoofdverdachte misschien wel in dit mysterie. Nou, bedankt voor de beschuldiging. Zo zie ik het zelf niet, maar... Nee? Nee, ik ken de roddel. Ik heb het vanmorgen gelezen in de krant, maar veel meer weer ken ik van. Een Entenaar stilt nooit en überhaupt niet van de eigen Entenaar. Dus die verdachtmaking die klopt niet, nee. Nee, in Enten wordt niet gestolen. Dat doen ze alleen bij de buren. Racen, Wierden... Bonnenbroek. Dat zou ook een hoofdvraag te kunnen zijn. Nou, hij had wel gelijk. Hier is hij niet. Dus de story continues.